Ja, welkom bij Autisme TV. Is er een relatie tussen onze darmen en autisme? Zou het kunnen zijn dat de darmprocessen invloed hebben op ons gedrag? Nou, dat we bijvoorbeeld minder sociaal zijn of meer sociaal zijn als gevolg van onze darmprocessen. Of dat we misschien minder of meer depressief zijn. Dat zijn allemaal hele interessante vragen en het is ook een heel interessant onderzoeksgebied, een jong onderzoeksgebied, met veel onderzoek op dit moment. En we gaan ook aandacht besteden aan een onderzoek in Amerika bijvoorbeeld, waarbij een relatie is gelegd tussen de darmen en autisme. Nou, in Nederland wordt ook onderzoek naar dit onderwerp gedaan. En een van de toponderzoekers in dit domein, dat is Laura Steenbergen. En die is vanavond onze gast. Welkom. Dankjewel. Ik wilde jou echt introduceren. En ik heb een tekstje, maar dat ga ik voorlezen. Okay. Dat kan ik niet uit mijn hoofd. Ze promoveerde op haar 24ste en werkt op dit moment op de Universiteit van Leiden en richt zich dus op de vraag hoe darmbacteriën onze gedachten, gevoelens en gedragingen beïnvloeden. Voor haar wetenschappelijke werk ontving ze meerdere onderzoeksbeurzen en onderscheidingen. Ze toerde door Nederland met de Op zoek naar geluk theater college tour en sprak op TEDx Alkmaar. Nou, Laura eindigde onder andere in de top 25 van New Scientist wetenschapstalentverkiezing 2018... en de FIFA 400 2018. De verkiezing voor de meest succesvolle en inspirerende vrouwen in Nederland. Nou, stik dat allemaal maar in je zak. Dat is een mooie lofzang. En nog zo jong. Veelbelovend. Ja, de lat ligt... Ja, leuk dat je er bent en dat je hierover wilt vertellen. Dat gaan we natuurlijk vanavond uitgebreid doen. Maar eerst even de vraag, waarom is er op dit moment zoveel aandacht voor onze darmen? Komt dat door jou of komt dat door... Ik zou willen dat het door mij kwam. Nou, ik denk dat dat vooral komt doordat mensen zich beginnen te herkennen hierin. Dus vanuit een soort van anekdote, onze persoonlijke ervaringen, weten we dat als je verliefd wordt, dan krijg je vlinders in je buik. Als je zenuwachtig bent, voel je een knoop in je maag. Sommige mensen moeten ineens heel vaak naar het toilet als ze zenuwachtig zijn. Allerlei dat soort dingen, dat herkennen we. Dus als de wetenschap dan met iets daarover komt, dan denken we, dit geldt ook voor mij. Ja. En zo groeit die wetenschap daarvoor ook weer. Dus dat heeft een soort van win-win werking op allebei de kanten, zeg maar. Waardoor er steeds meer aandacht hiervoor komt. Ja. En hoe ben jij zo in dit domein terechtgekomen? Ja, dat is compleet een toeval eigenlijk. Ik deed onderzoek voor mijn promotie naar wat bepaalde voedingssupplementen. Dus bijvoorbeeld tyrosine of tryptofaan. Dat zijn een soort precursorisch voorlopers van eiwitten. Wat die kunnen doen om met je sociale vaardigheden bijvoorbeeld. Of dat je zo'n pil kunt nemen, dus een aminozuur. Een soort voedingssupplement om je geheugen te verbeteren bijvoorbeeld. En als je dan in de wereld van de voedingssupplementen terechtkomt, dan kom je automatisch, op een gegeven moment kom je probiotica tegen. Dat zijn goede bacteriën die je in kunt nemen, die dan iets met de bacteriën in je darmen doen. In ieder geval, dat is de bedoeling. En toen heb ik een onderzoek opgezet om te kijken of je van probiotica, of dat ook iets kan doen met onze gedachten en vooral de verwerkingspatronen in onze gedachten, de cognitie zoals we dat noemen. Ja. En toen vonden we dat mensen die 4 weken probiotica hadden gebruikt, of op onze instructie gingen gebruiken, vergeleken met mensen die 4 weken placebo hadden gebruikt, die mensen die probiotica hadden gebruikt, die gingen minder piekeren. En piekeren is de nummer 1 voorspeller van een depressie, dus in zekere zin nog heel voorzichtig. Probeerden we daarmee te zeggen of toonden we eigenlijk aan dat probiotica mogelijk het onderliggende mechanisme dat je gevoelig maakt voor een depressie verzwakte, zeg maar. Okay. En we waren de eerste die dat deden bij gezonde mensen, want deze mensen hadden geen depressie, die hadden geen stoornissen, hadden ook nergens last van. En zo rolde ik een beetje dat veld in, want we waren de eerste die dus naar gezonde mensen keken. Wat kon dat allemaal wel niet mogelijk betekenen? Jij dacht, wauw, dit is een mooi gebied. Nee, dat dacht ik zelf in eerste instantie nog niet. Oh. Want ik dacht, dat is interessant dat het uit mijn bevindingen komt, maar ik kende het veld helemaal niet echt. Nee. En pas later kwam ik erachter dat alle studies die gedaan waren, waren vooral met muizen en ratten. Of waren niet met interventies geweest, maar gewoon kijken naar wat voor bacteriën zitten er in mensen, hun ontlasting bijvoorbeeld. Ja. Dus pas later ontdekte ik, we hebben echt iets belangrijks gedaan, zeg maar. Ja. En nog even over het onderzoek wat je nu doet. Ja. Waar gaat dat naartoe? Dat gaat een beetje over hetzelfde, maar wat ik nu onderzoek is vooral wat de rol is van de nervus vagus. Dat is een zenuw die de directe verbinding legt tussen de darm en het brein.
Het brein communiceert ook met de darmen en andersom, maar 80% van de informatie die de nervus vagus zeg maar, draagt, die gaat van de darmen naar het brein. En we zien bijvoorbeeld bij muizen dat als je muizen probiotica geeft, dan kunnen ze zich minder depressief gaan gedragen. Ja. Voor zover een muis depressief kan zijn natuurlijk. Ja. Maar als dan de nervus vagus wordt doorgeknipt, dan zie je geen effect meer. En okay. Wat ik nu aan het bekijken ben, is of in mensen die nervus vagus dan ook zo belangrijk is. Okay. Om communicatie tussen de darmen en de hersenen toe te staan, zeg maar. Interessant. Ja. Ik wilde eigenlijk, we gaan er straks nog meer over, jij gaat er meer over vertellen. Ik wilde even aandacht vragen voor een animatie die we hebben, waarin ook die nervus vagus natuurlijk wordt uitgelegd. En waarin vooral wordt uitgelegd waarom de darmen tegenwoordig ons tweede brein worden genoemd. Het tweede brein. Wie kent het niet? Van de zenuwen naar het toilet moeten. De invloed van onze hersenen op de darmen is niets nieuws. Wetenschappers hebben nu aangetoond dat de darmen op hun beurt weer invloed hebben op de hersenen. Het is zelfs aangetoond dat de slechte conditie van een darmen een depressie of zelfs een angststoornis kan veroorzaken. Maar hoe kan dat? Want elk orgaan is toch verbonden met de hersenen? Waarom hebben nou juist de darmen wel invloed? Allereerst zijn de darmen met een lengte van 8 meter en een doorsnee van een paar centimeter het grootste zintuigelijk orgaan. Daarnaast bevinden zich zo'n 200 miljoen zenuwcellen in de darmen. Bijna zoveel als in de hersenen en zelfs meer als in het ruggenmerg. Deze zenuwcellen geven dezelfde signalen en signaalstoffen af als de hersenen. Hierdoor hebben de darmen geen aansturing nodig van de hersenen om te kunnen functioneren. Vandaar de naam het tweede brein. En dan zijn er nog de bewoners van de darmen. Een heleboel micro-organismen, ook wel microbiota genoemd. Letterlijk klein leven. De microbiota bestaat uit bacteriën, schimmels, virussen en oerbacteriën. De microbiota is een hoofdrolspeler als het gaat om ons welzijn, want deze minuscule organismen kunnen zowel onze darmen als onze hersenen beïnvloeden. De kortste en snelste route van de darmen naar de hersenen is via een grote zenuw, de nervus vagus. Deze vervoert elektrische stroompjes en stofjes in beide richtingen. Het transport vanuit de darmen wordt geregeld door de zenuwcellen en de microbiota. In de microbiota bevinden zich zowel slechte als goede bacteriën. Een teveel aan slechte bacteriën veroorzaakt een storing in het transport van stofjes naar de hersenen. Een voorbeeld van een belangrijk stofje in de buik en de hersenen is serotonine, ook wel het gelukstofje genoemd. Dit gelukstofje beïnvloedt onder andere je stemming, maar ook de activiteit van je spijsverteringskanaal. De productie van serotonine vindt voor 95% plaats in de darmen. Stress zorgt ervoor dat de darmen minder serotonine aanmaken. Gevolg is dat er ook minder serotonine naar de hersenen vervoerd kan worden. Dit kan weer angst en depressie veroorzaken. Hoewel de natuurgeneeskunde al langer de invloed van de darmen op de geestelijke gezondheid erkent, staat het wetenschappelijk onderzoek nog in de kinderschoenen. Eén ding is zeker, de darmen en de hersenen zijn als twee handen op één buik. Ja, met dank aan Conor Mooren, waarvan we de animatie hebben geleend. Op onze site zetten we overigens een link naar deze animatie en dan kunt u hem ook daar nog eens een keer apart terugkijken. Ja, terug naar onze darmen. Voor mijn beeld, hoeveel bacteriën zitten er in onze darmen? Ik heb ze niet geteld, want dat is onmogelijk, maar dat zijn er echt heel veel. Miljarden. Het gaat erom dat we verschillende soorten bacteriën in de darmen hebben. Hoeveel verschillende, dat weten we eigenlijk niet precies. En dat komt omdat de technieken die we hebben, daarmee kunnen we het verschil tussen die bacteriën niet altijd zien. Dus we weten nog niet eens precies hoeveel verschillende er eigenlijk zitten. Wat weten we dan wel? Wat we wel weten is dat er tussen de 500 en 5000 ongeveer zouden moeten zijn. Soorten, ja. En dan van iedere soort kan je er misschien wel, nou ja, een miljoen ook weer hebben of zo. Ja. Maar die verschillen, die kunnen we dus nog niet helemaal zien. Nee. Wat we wel ook weten, is dat zich in het lichaam van de mens meer niet-menselijke cellen bevinden dan wel menselijke cellen. En dat komt allemaal ook door die microbiota. Okay. En op een genetisch niveau ben je in elk geval ongeveer sowieso meer niet-menselijk dan dat je menselijk bent. Opnieuw, dat komt allemaal door die bacteriën die je met je meedraagt. Ja. En is dat dan dat plaatje bij ieder mens hetzelfde? Of heeft iedereen zijn eigen unieke samenstelling van bacteriën? Ja, zijn absoluut. Eigen darmflora? Ja, iedereen heeft zijn eigen darmflora. En iedereen heeft allemaal verschillende soorten, verschillende aantallen daarvan. Dat is, we zeggen wel eens, nog unieker dan je vingerafdruk. Ja, vingerafdruk is natuurlijk in principe al uniek. Je DNA-afdruk is al uniek. Maar je microbioom is nog complexer en nog unieker in die zin. Ja, want dan hebben we dus ons eigen unieke DNA, al die genen.
En dan hebben we ook nog eens een keer darmflora met al zijn unieke eigen eigenschappen. Juist, ja. Dat maakt het best complex, hè? Dat maakt het bijna onmogelijk complex, ja. Ja. En hoe verhoudt zich dat dan tot elkaar? Daar is nog heel veel discussie over. Dus in hoeverre heb je meer menselijk of meer bacterieel DNA, zeg maar. Maar wat we wel zeker weten is dat er in elk geval meer bacterie-DNA is of meer microbiota-DNA dan menselijk DNA. En of dat 10 keer zoveel is of ongeveer evenveel, daar zijn we het nog niet helemaal over eens. Maar, ja. Maar even terug naar die communicatie, hè? Die darmflora, ja. Die processen die er plaatsvinden. Hoe vindt dan die communicatie plaats? En hoe verhoudt zich dat tot het voedsel dat we innemen? Ja, wat je moet voorstellen is dat er dus ontelbaar veel bacteriën in je darmen zitten. En die bacteriën die kunnen allerlei stofjes bijvoorbeeld aanmaken. Ik noemde net heel kort tryptofaan bijvoorbeeld. Dat is een aminozuur, een voorloper van een eiwit. Dat kun je innemen uit je voeding. Maar je bacteriën die kunnen dat ook aanmaken en omzetten tot dingen waar je lichaam verder iets mee kan. Dus je bacteriën die maken allerlei chemische stofjes zeg maar, aan waar je het lichaam vervolgens iets mee kan. Bijvoorbeeld als je naar de nervus vagus kijkt, dan maken bacteriën bepaalde stofjes aan die ervoor kunnen zorgen dat de nervus vagus gestimuleerd wordt. En dat er dus communicatie tussen je darmen en je brein kan gaan plaatsvinden. Mm-hmm. Dat is de meest directe weg, want wat je microbioom ook doet, wat de microbiota in je darmen ook doet, is dat ze je immuunsysteem eigenlijk volledig trainen en in zekere zin ook bepalen. Mm. Er is een theorie die gaat over de lekkende darm. Je moet je voorstellen dat er om je darmen heen eigenlijk een soort muurtje zit, een darmwand zoals we dat noemen. En die darmwand die is bij iedereen een beetje doorlaatbaar, want dat zorgt ervoor dat sommige pathogenen, sommige stofjes uit je darmen je bloedbaan in kunnen. Dat wil je niet te veel, want in je darmen gebeuren ook een heleboel gevaarlijke dingen die je niet in je lichaam wilt hebben. Maar doordat dat af en toe kan lekken, doordat die darmwand gereguleerd wordt door je bacteriën, kan je immuunsysteem zich trainen. Je immuunsysteem heeft het nodig om af en toe iets te bevechten, want anders dan wordt het niet getraind. Mm. Dus een andere manier waarop je bacteriën dus met je brein kunnen communiceren, want dingen die effect hebben op je immuunsysteem, die kunnen ook weer via allerlei processen effect hebben op je brein. Ja. Hoe moet je dat zien in relatie tot de voeding die we eten? Dat kun je op een heleboel verschillende manieren bekijken, maar ik denk de twee belangrijkste is dat je darmbacteriën die hebben natuurlijk voeding nodig. Dus alles wat jij eet en drinkt en alles wat je tot je neemt, dat kan heel soms in zekere zin door je lichaam zelf meteen worden omgezet. Maar bijna alles moet eigenlijk door de bacteriën in je lichaam, in je darmen worden omgezet in iets waar je lichaam iets mee kan. Gemetaboliseerd, zoals we dat noemen. Ja. En dat metabolisme, dat hangt bijna volledig af van de bacteriën in je darmen. Je bacteriën hebben ook voeding nodig. De tweede manier waarop je ernaar kan kijken is die lekkende darmwand, zoals ik dat noemde. Ook dat wordt weer geregeld door die bacteriën. En met goede voeding, dus dan voeding waar je bacteriën iets mee kunnen, dat zijn vaak complexe koolhydraten. Dat zijn zeg maar suikers die in een soort kooitje verstopt worden. En dat kooitje kan alleen opengemaakt worden door de bacteriën. Dus vezelrijke producten, dat soort dingen. Daar voeden je bacteriën zich op en die kunnen daarmee je darmwand ondersteunen. Dan kan het dus efficiënt je immuunsysteem ook trainen, zoals ik net uitlegde. Ja, ja, ja. Maar eet je veel ongezonde dingen, dan kunnen die bacteriën dat dus niet optimaal reguleren. Dan gaat er veel meer lekken je lichaam in. Die darmwand wordt minder ondersteund. En dan kun je verstoringen krijgen in je immuunsysteem. Dan kun je verstoringen krijgen in het metabolisme, in wat er naar je brein gaat. En dan kan er dus van alles misgaan. Ja. Nou ga ik even naar de neurotransmitters. Ja. Want in onze hersenen vindt die overdracht plaats. Precies. En dan heb ik begrepen dat er dus ook in de darmen neurotransmitters zitten. Daar vindt dus ook overdracht plaats. En dat gaat ook nog eens een keer via de nervus vagus. Ja. En dat is dus hoe complex wordt het? Hoe zit dat? Ja. Nee, je moet je eigenlijk voorstellen, we zagen het net ook, dat je darmen een soort tweede brein zijn. Er zitten in je darmen ook gewoon eigenlijk hersencellen, neuronen. Je darmen heten ook het enterisch zenuwstelsel. Het is gewoon een zenuwstelsel dat met zenuwcellen, neuronen communiceert. In het filmpje zagen we serotonine voorbij komen. Het klopt inderdaad dat 95% van die serotonine in je darmen wordt aangemaakt door die bacteriën. Alleen die serotonine die kan niet naar je brein toe. En dat heeft ermee te maken dat je brein, net zoals je darmen, beschermd wordt door een muur, door een wand. Dus we hebben de darmwand, maar we hebben ook wat we noemen de bloed-breinbarrière. En die bloed-breinbarrière die zorgt ervoor dat niet alles dat in je bloed zit zomaar je hersenen in kan. Nou, serotonine die in de darmen wordt aangemaakt, die kan niet je hersenen in. Okay. Maar het stofje dat serotonine nodig heeft, zeg maar, tryptofaan heet dat, dat kan wel je brein in. En dat moet je brein vervolgens omzetten in serotonine. Ja, je kan je voorstellen dat als je darmbacteriën nodig zijn om tryptofaan aan te maken en om te kunnen zetten, en dat gebeurt niet,
dan kan je brein dus inderdaad ook minder serotonine aanmaken. Okay. En nu hebben we het over één neurotransmitter, hè? Er zijn er nog duizenden. Heel veel werk te doen dus nog, ja. Dat vertaalt zich dus uiteindelijk in gedrag en gevoel ook, hè? Ja. Zo mag je het dan zeggen. Ja. Dus er is een directe relatie tussen gedrag, gevoel en gedachtes in je maag, of je darmen. Ja, daar lijkt het wel op, ja. Ja. Ik wilde even een stapje maken naar de onderzoeken op het gebied van autisme. Er is namelijk ook onderzoek gedaan in Amerika naar de relatie tussen darmen en autisme. En we hebben dat onderzoek even samengevat in een animatie van een minuut en daar gaan we nu even naar kijken. In onze darmen wemelt het van allerlei soorten bacteriën. Uit onderzoek in Amerika bij 20 kinderen met autisme bleek dat ze bepaalde soorten bacteriën misten in de darmen. Soorten die wel vaak voorkomen bij mensen zonder autisme. Dat bracht de onderzoekers op het idee om via poeptransplantatie de ontbrekende bacteriën in te brengen in de darmen van de kinderen met autisme. Het betrof 18 kinderen tot 16 jaar, waarvan er 15 de officiële diagnose autisme hadden. 10 weken na de behandeling hadden de nieuwe bacteriën zich razendsnel vermenigvuldigd. Ook reeds aanwezige goede bacteriën hadden zich vermenigvuldigd. Nu, 2 jaar later, zijn de bacteriën nog steeds in de darmen van de kinderen aanwezig. Opmerkelijk genoeg veranderde ook het gedrag van de kinderen. En dat lijkt blijvend. Nu, 2 jaar later, kan bij 8 kinderen de diagnose autisme niet meer gesteld worden. En bij nog eens 8 kinderen is er sprake van minder ernstige kenmerken. En bij nog maar 2 kinderen is sprake van ernstig autisme. Ja, volgens dit onderzoek lijkt er dus een verband te zijn tussen darmen en autisme. Hoe kijk jij hiernaar? Ja, ik vind het een heel mooi onderzoek. Zeker omdat het in elk geval het idee lijkt te bevestigen. Maar dan vooral nog het idee. Dus na dit onderzoek moeten we vooral nog heel veel vervolgonderzoek doen. Om te kunnen vaststellen of dit ook betekent dat je dan in het microbioom kunt ingrijpen. Om bijvoorbeeld een behandeling vorm te geven. Mm-hmm. Wat je bijvoorbeeld moet opmerken aan dit onderzoek is dat er geen placebo-groep is. Dus we weten niet zo goed of als die kinderen niet deze ingreep hadden gehad, deze behandeling hadden gehad, of ze dan misschien ook van hun symptomen af waren gekomen. Ja. Desalniettemin, dat is ook een beetje het verschil tussen wat de wetenschap wil en kan zeggen en wat wij als mensen of als patiënten of als cliënten willen en zeggen. In de wetenschap willen we vooral kijken hoe werkt iets, waarom werkt iets, is het echt effectief, hoe effectief is het dan? Terwijl ik als patiënt gewoon wil dat ik beter word. En dan maakt het misschien niet zo heel veel uit hoe dat precies gebeurt, als ik maar beter word. Ja. Maar goed, in de wetenschap zijn we hier dus nog een beetje voorzichtig over. Ja. Het lijkt inderdaad zo te zijn dat we het microbioom misschien kunnen inzitten om ook symptomen van autisme te kunnen verminderen, verzachten. Ja. Maar of dat, ik durf dat nog niet zo zeker te zeggen als wetenschapper. Nee, maar stel, we praten even door. We redeneren even door op deze weg. Hè? En stel, vervolgonderzoeken gaan ook duidelijk maken dat er dus een relatie is. En er zijn wel dieronderzoeken gedaan ook, hè? Met muizen. Waarbij ook sociale muizen en autistische muizen, voor zover je daarvan kan spreken, ook datzelfde lieten zien. Hè? Maar dan gaat het om dierproeven. Nou is het wel zo dat bij mensen met autisme 80% of 70%, 70-80% darmklachten heeft. Ja. Dus een opvallend veel darmklachten. Nou kan je zeggen van, oké, maar stel bij sommige mensen met autisme die echt serieuze darmklachten hebben, is misschien ooit de diagnose autisme gesteld, hebben die darmklachten het gedrag opgeleverd wat ze laten zien, en is het niet zozeer het autisme geweest wat die gedragskenmerken liet zien. Ja. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, dat zou natuurlijk heel goed kunnen. Wat je je voor kunt stellen, bijvoorbeeld, je hebt heel veel last van je darmen en daardoor heb je geen zin meer om te eten. Je gaat bijvoorbeeld alleen maar 1 specifiek type voedsel eten, omdat dat het enige type voedsel is wat ervoor zorgt dat je geen buikpijn krijgt. Wat veel gebeurt. Dat kan ervoor zorgen dan, wie weet, dat je gedrag ook zo gevormd wordt dat je eigenlijk alleen nog maar dat type voedsel eet. Nou, als er iets is wat een symptoom is van autisme, dan is dat herhaaldelijk gedrag. Steeds hetzelfde willen, structuur willen. Dus dat kan heel goed gezien worden als symptoom van autisme, terwijl er eigenlijk iets anders aan de hand was. Ja. En dan is dat een soort van, dan wordt het een soort van visuele cirkel, waarin het brein met de darmen communiceert. Dus als het niet zo goed gaat met het brein, dan kan dat gevolg hebben voor de darmen. Als jij steeds hetzelfde eet, dan gaat het waarschijnlijk ook minder goed met je darmen, want die bacteriën die kunnen allemaal niet zo goed hun werk doen. Maar doordat die bacteriën minder goed hun werk kunnen doen, wordt je brein ook steeds meer beperkt, zeg maar. Dus hoe ik daarover denk, is dat
kijk, ja, baat het niet, dan schaadt het niet. Als jij, zeker als je veel last hebt van darmklachten, dan zou ik zeggen, kijk daar eens naar of je daar een verbetering kunt vinden. En misschien zorgt dat er dan ook voor dat je gedrag of dat je gevoel zich verbetert. Maar hoe precies die causale link, dus wat veroorzaakt wat, dat is een soort van kip-ei verhaal. En dat is ook een lastige nog, hè? Daar moet ook nog veel meer onderzoek worden gedaan. Ja, zeker. Ja, absoluut. Ja. Nou, dan even terug naar die poeptransplantatie, zou ik maar zeggen, ja. Die dan in dit onderzoek werd gedaan. Zitten daar ook risico's aan? Ik bedoel, kan het zomaar zijn dat mensen zelf beginnen te experimenteren? Dat moet je niet doen, denk ik. Dat zou ik niet doen. Nee, zeker niet. Kijk, een poeptransplantatie moet je eigenlijk zien als een soort orgaantransplantatie. Hè? Want het microbioom wordt ook eigenlijk gezien als een soort orgaan. Daar zitten levende cellen in, daar zitten bacteriën in die complexer zijn nog dan ons menselijk DNA. En daar zitten zeker ook risico's aan. Bijvoorbeeld volgens mij was het in Amerika, is onlangs een casus geweest waarbij iemand een microbioomtransplantatie kreeg, een boeptransplantatie. En in principe zoeken ze dan altijd gezonde donoren, net zoals met een orgaantransplantatie. Weet je, zoveel als we wel en niet weten over die bacteriën, we kunnen die bacteriën nog niet helemaal identificeren. Dus er zijn een heleboel dingen die we nog niet weten. Wat er in dat geval gebeurde, was dat de poep van die persoon, die donor, werd getransplanteerd bij een zieke persoon. Maar die zieke persoon die had ook medicatie nodig, die gezonde persoon natuurlijk niet. Ik zei net al dat alles wat je tot je neemt, inclusief medicijnen, moet door bacteriën worden omgezet, gemetaboliseerd in iets waar je lichaam iets mee kan. Nou, wat er toen gebeurde, is dat pas nadat het getransplanteerd werd, is die persoon die is overleden. En achteraf bleek dat was omdat het enzym, dus het soort van versleutelmechanisme, of de sleutel die een bepaald medicijn moest omzetten in iets waar haar lichaam iets mee kon, dat miste in het microbioom van de donor. Dus dit is een, lijkt me, heel sterk signaal dat we dat niet zomaar moeten gaan toepassen. Nee. En dat we heel erg voorzichtig moeten zijn dat er zeker risico's aan verbonden zijn. Simpelweg omdat we heel veel nog niet weten over dat microbioom. Het kan goed uitpakken, maar het kan ook heel slecht uitpakken. Ja. Even nu wat breder naar de psychiatrie kijkend. Hè? Mm-hmm. Ik denk dat er in de gewone psychiatrie niet heel veel aandacht is voor bijvoorbeeld darmklachten. En de wijze hoe je dat moet interpreteren. En hoe je daar vervolgens misschien serieus goede adviezen op kunt geven. Ja. Is daar een ontwikkeling gaande ook? Merk jij daar iets van? Ja, absoluut. Daar werken we heel hard aan. Wat je ziet in de psychiatrie ook is dat, zo is dit veld ook een beetje ontstaan, dat psychiaters gingen praten met maag-lever-darmartsen. En dat ze erachter kwamen dat ze eigenlijk min of meer dezelfde patiënt aan het behandelen waren, alleen op een ander vlak. Zo is dit veld ontstaan. En dat zie je nu ook steeds vaker van psychiaters, maar ook psychologen, maar ook van maag-lever-darmartsen, dat mensen erachter komen, hey, de symptomen die iemand heeft, die beperken zich niet alleen tot de psychiatrie of alleen tot de darmen bijvoorbeeld, maar daar lijkt op meerdere vlakken iets aan de hand te zijn. En volgens mij zijn er ook steeds meer psychiaters die, die de wetenschap volgen. En in elk geval beginnen te kijken naar, goh, zou daar een relatie kunnen zijn? Wat kunnen we daarin doen om dan de psychiatrische symptomen in dit geval te verzwakken? Ja. Dus dat groeit, maar dat gaat langzaam misschien. En dat komt vooral ook omdat je als psychiater bijvoorbeeld getraind bent in een specialisme. Wat in dit geval zeker niet de darmen is. Nee. Dus dat betekent dat je moet gaan samenwerken met andere specialisten. En dat is soms best wel lastig, ook als wetenschapper bijvoorbeeld. Ja. Ik ben psycholoog, maar ik doe onderzoek naar het darmmicrobioom. Ja. Je kunt je voorstellen dat dat best lastig was om te begrijpen. En ook omdat het lijkt een heel ander domein. Ja, nee, absoluut. Ja. Dus je moet een soort van vertaalslag gaan maken waarin je elkaars taal moet gaan begrijpen en moet gaan praten ook om verder te kunnen komen. Ja. Daar wordt aan gewerkt. Ja. Nee, in de psychiatrie is ook heel lang hoop gevestigd natuurlijk op dat DNA-onderzoek. Hè? Onze genen in kaart brengen en dan weten we een heleboel meer. Misschien weten we nu het definitieve antwoord. Er is in onze hersenen gezocht naar waar dat dan zou kunnen zitten. Ja. Hè? Dat heeft ook niet de ultieme wijsheid opgeleverd. Nee. En nu komen de darmen erbij. Nou, dat is een beetje het idee inderdaad. Kijk, we hebben zoveel gericht op de hersenen en op het DNA bijvoorbeeld. Maar nog steeds lukt het ons eigenlijk niet om psychiatrische aandoeningen of mentale stoornissen echt aan te pakken. Antidepressiva bijvoorbeeld werken ook nog steeds niet voor iedereen. Nee. Dan noem ik maar één voorbeeld. Zou het misschien zo kunnen zijn, deze vraag stel ik altijd, dat we op de verkeerde plek aan het kijken zijn? Dus is het misschien zo dat de oorzaak van sommige psychiatrische aandoeningen niet echt in de hersenen ligt, maar misschien wel in de darmen, gegeven al die communicatie die daar is, gegeven dat het feit dat de darmen het tweede brein zijn? Misschien moeten we toch ook een beetje op andere plekken gaan kijken. Ja, en als we dan naar de traditionele medicatie in de psychiatrie kijken? Ja,
Nou ja, opvallend is bijvoorbeeld, volgens mij is het 2 weken geleden kwam er een onderzoek uit, weliswaar bij muizen. Maar daarin liet men zien dat als je SSRI's, dat zijn antidepressiva die vaak worden voorgeschreven om serotonine te verhogen. Als die wordt gegeven aan muizen, normaliter gaan die muizen die dan depressief zijn, voor zover dat kan, die gaan zich minder depressief gebruiken. Wat er in dit geval gebeurde is dat de onderzoekers hadden de nervus vagus doorgeknipt. Om te kijken, is communicatie tussen de darmen en het brein nodig om antidepressieve effecten van antidepressiva te krijgen? En het antwoord was ja, want toen die nervus vagus was doorgeknipt, deden die SSRI's helemaal niks meer met het depressieve gedrag van die muizen. Die muizen bleven gewoon depressief. Ja. Dus het lijkt zo dat ook psychiatrische medicatie die vaak voorgeschreven wordt, op een of andere manier toch ook moet worden omgezet door de bacteriën in de darmen. Ja. Boeiend. Ja, ik kijk even op mijn lijstje, want eigenlijk wil ik ook aandacht vragen voor de praktische kanten van dit onderwerp. Hè? Wat kun je nou doen? De kennis is nog lang niet toereikend, hè? Maar we hebben een begin gemaakt en dat lijkt wat te zijn. En misschien komt er nog heel leuk onderzoek naar buiten. Je bent ook bezig met je eigen onderzoek, wat er binnenkort resultaten overkomen. En waarover je natuurlijk nog niks zal zeggen, dat snap ik. Maar toch even, laten we even naar de praktische kant kijken. Probiotica, het is al een aantal keren genoemd, ook door jou. En je hebt daar zelf ook onderzoek naar gedaan. Is het nou zo dat je kan zeggen van, nou weet je, neem het maar in, baat het niet, dan schaadt het niet? Aan de ene kant wel, aan de andere kant ook niet. En dat heeft er vooral mee te maken dat, inderdaad, baat het niet, dan schaadt het niet. Misschien hooguit je portemonnee. Maar dan is natuurlijk de vraag, welke probiotica moet je dan gebruiken? Er zijn ongelooflijk veel verschillende mixen op de markt. Het enige wat ik daarover durf te zeggen is dat het vooral heel erg belangrijk is dat je zoveel mogelijk verschillende bacteriën binnenkrijgt. Dus als we kijken naar het darmmicrobiome en naar hoe gezond functioneren mensen, zowel mentaal als fysiek, dan zijn vooral de mensen met de meest verschillende bacteriën in hun darmen, die zijn het meest gezond. Die voelen zich ook het best. Dus als je dan toch probiotica wilt gaan gebruiken, dan zou ik zeggen, kies er één die met heel veel verschillende bacteriestammen, zeg maar, is. Want kies er één, dan sta ik al voor het schap te kijken. Dan kijk je op de achterkant op het potje en dan zie je allemaal bacteriestammen, Bifidobacterium, Lactis, dat soort dingen zie je dan staan. Kies er eentje met zoveel mogelijk verschillende daarop. Je moet het een beetje zien als een soort voetbalteam, hè, waarin elke bacterie zijn eigen functie heeft. Oh, ja. En dan wil je natuurlijk vooral zoveel mogelijk verschillende teamspelers. Ja. Dus dat zou je kunnen doen. Maar ja, ook dan denk ik dat je vooral je eigen kritische wetenschapper een beetje moet zijn. En goed moet kijken, werkt dit voor mij of werkt dit voor mij niet? Ja, hou gewoon je eigen gevoel in de gaten. Gezonde Kijk verstand. Wat het met je doet. Ja. Even leefstijl. Ja. Voeding. Nou, er is heel veel aandacht voor voeding op dit moment. Uitgebreide discussies of je nou wel of niet vet moet eten of koolhydraten of noem het allemaal maar op. Ja. Hoe kijk je aan tegen dat soort dieetadviezen dan? Dieet is altijd lastig, hè, voeding. Dat is een heel gevoelig onderwerp. Ik denk ook hier weer dat je heel erg kritisch en goed naar jezelf moet luisteren en naar jezelf moet kijken. En dat kan je doen, bijvoorbeeld door je eigen microbiome een beetje te onderzoeken. Daar hoef je niet meteen je ontlasting. Kijk je achterom als je naar het toilet gaat. Ja, precies. Ja. We weten dat die diversiteit in bacteriën die ik net noemde, die zo belangrijk is, die hangt heel erg samen met de vorm van je ontlasting. Als je googelt Bristol Stool Scale, dan vind je plaatjes op een schaal van 1 tot 7 van hoe je ontlasting eruit kan zien en wat dan gezonde ontlasting is. Oh ja. En die gezonde ontlasting die hangt dus samen met grote diversiteit. Dus merk jij nou, mijn ontlasting ziet er vaak wat dunner uit of juist veel dikker, dan kan dat een teken zijn dat jouw microbioom iets minder divers is. En dat is misschien een teken van, ik moet wat meer in die diversiteit gaan investeren. Is de vraag nog steeds, wat voor voeding moet je dan precies eten? Dan zou ik zeggen, vooral heel erg divers. Als het om diversiteit gaat, gaat het om diversiteit. Ja. In achtneming van de dingen die je bacteriën goed doen. Dus complexe koolhydraten, vezels en zeker geen fastfood. Ja. Ja. Eigenlijk, ik trek even een parallel met de natuurgeneeskunde. Ja. Is dit voor de natuurgeneeskunde oud nieuws, zal ik maar zeggen. Hè? Die geloven al heel lang in deze visie. Krijgen ze een beetje gelijk? Een beetje wel, denk ik. Ja. De wetenschap komt nu met steeds meer bewijzen dat er zeker dingen in de natuurgeneeskunde zijn waar waarheid zich in bevindt. Ja. Het is alleen lastiger. Het is nooit echt goed bewezen. Hè? Er was ook niet echt een businessmodel natuurlijk om dat te onderzoeken voor de grote jongens, voor de farmacie, zou ik maar zeggen. Ja, je moet je ook voorstellen dat
We hadden het erover, het microbioom is enorm complex en super persoonlijk. Nog complexer en individueler dan je vingerafdruk. Dus de vraag is misschien wel of het überhaupt ooit zal lukken om met de wetenschappelijke methoden zoals wij die nu toepassen, aan te tonen dat een microbioominterventie voor een bepaalde groep mensen gaat werken. Want in die zin, als al dat menselijk DNA wat je hebt interacteert met al dat niet-menselijk DNA, dan krijg je zo'n enorm complex plaatje. Ja. Dat de vraag is, kunnen we dat überhaupt wel overzien. In groepsverband, ja. In gemiddelde weergeven? Ja. Misschien is het antwoord wel nee. Ja. En dan kun je dat dus ook eigenlijk niet aantonen. Nee. Dan kun je dat alleen voor jezelf testen. Ja. Ja, en dan bij jezelf hooguit denken, goh, is het een placebo-effect? Nou, als het helpt, helpt het. Ik vraag me nog even het volgende af. Kan het zo zijn dat als je liefhebber bent van hamburgers en chips en noem ze maar op, die producten, en je eet dat veel, dat dat microbioom daaraan gaat wennen en dat het misschien signaaltjes afgeeft aan onze hersenen die verslavende uitwerking hebben, zodat we weer meer behoefte krijgen aan die chips. Is die cirkel ook actief? Die is nog niet onderzocht, voor zover ik weet, maar daar zit wel dat klinkt als een logische hypothese in elk geval. Je moet je voorstellen, als jij bepaalde voeding tot je neemt, weet ik veel, chips. Misschien heb je dan een bacteriegroep in je darmen die vooral heel erg goed gaat op chips. Dus die bacteriegroep die gaat zich op die chips voortplanten, die kan daar lekker mee omgaan. Bacteriën die zich niet op chips kunnen voeden, die zakken een beetje naar de zijkant. Die beginnen een beetje uit te sterven misschien zelfs wel. Dus op een gegeven moment, als jij geen chips meer gaat eten, zijn die chipsbacteriën nog steeds de bacteriën die voeding willen. Want die zijn nog steeds het meest dominant. Bezig, ja. Dus die gaan misschien inderdaad stofjes aanmaken om jouw lichaam aan te sturen om weer chips te gaan eten. Want zij willen zich daarop voeden. Dus het is zeker een mogelijke cirkel. Ja, ja. Chipsbacteriën, ja. Nou zijn er ook op het internet allerlei mogelijkheden om bijvoorbeeld je ontlasting te laten onderzoeken. Ja. En dat kan je dus ook gewoon als privépersoon, als burger doen. Ja. Heeft dat zin? Heeft het zin? Ja, ik denk dat het vooral ik denk dat het interessant is. Het kan wel heel duur zijn, dus je moet je dan vragen wat je ermee wil. Kijk, ja, nogmaals, je moet je voorstellen dat het enorm complex is, enorm individueel ook. Als ik van één individu het microbioom zie, kan ik niet zeggen dat mist of jij moet dat gaan eten of die probiotica moet gebruiken of sterker nog deze stoornis heb je of zo. Zo werkt het niet. Wat je natuurlijk wel zou kunnen doen als jij van plan bent om een bepaalde voedingsgroep te gaan mijden of een bepaalde leefstijl te gaan implementeren in je eigen leven, dat je van tevoren je microbioom laat analyseren en dat je kijkt, goh, verandert dat eigenlijk ook mee? Er is één ding wat wel heel interessant is. Kijk, individuele bacteriën zijn nog heel lastig, kunnen we soms niet identificeren, maar we kijken ook naar bacteriegroepen. En wat we dan bijvoorbeeld zien is dat er bepaalde bacteriegroepen zijn die vaker worden gezien ook, of juist minder vaak worden gezien in mensen die bijvoorbeeld last hebben van depressie of van autisme. Okay. En dan zou je met gezond verstand, als je eigen wetenschapper zijnde, je eigen kritisch wetenschapper zijnde, zou je misschien kunnen gaan kijken, goh, zijn er manieren om die bacteriegroep via voeding te voeden of juist een beetje te onderdrukken. Ja, precies. Ja, ja, ja. Ik heb ook nog even een opmerking opgeschreven over borstvoeding, want die kwam ik ook ergens tegen. Ja. Dat nu toch ook in het kader van dit soort nieuwe onderzoeken en dit soort nieuwe kennis gezegd wordt van, nou, borstvoeding is toch wel een hele goede basis voor kinderen. Ja. Omdat je dan ook dat microbioom van die moeder meeneemt, overneemt, meer dan bij flesvoeding, zou ik maar zeggen. Nou, je legt eigenlijk perfect uit. Ja, is dat zo? Nee, ja, dat is zeker zo. Kijk, en zeker als de moeder gezond is, dan wil je het microbioom van die moeder aan het kind meegeven. En dat heeft ook allerlei dingen te maken met hoe het immuunsysteem bijvoorbeeld functioneert. Als we het verhaal even omdraaien, is er bijvoorbeeld een onderzoek gedaan waarbij ze een ziek microbioom, in dit geval volgens mij was het zelfs met autisme. Mensen met autisme, daar hebben ze een ontlastingmonster van genomen. Die ontlasting hebben ze getransplanteerd bij muizen. En vervolgens hebben ze onderzocht wat doen de kinderen van die muis, dus de baby's van die moeder, zeg maar. En zelfs die baby's, die hadden nog last van symptomen van autisme. Okay. Dat konden ze gelukkig ook weer herstellen met probiotica en met gezonde donoren, zeg maar. Maar daaruit blijkt wel hoe belangrijk, ja, een muis geeft geen borstvoeding, maar wel melk natuurlijk, ja, maar goed. Ja. Hoe belangrijk dat is, die overdracht van het microbioom van de moeder naar het kind, heeft dus hele sterke gevolgen, in elk geval bij muizen, voor hoe het kind zich ontwikkelt en hoe het kind zich gedraagt. Nou, de vraag is nog een beetje, moeten we dat naar mensen trekken? Het antwoord is, het lijkt wel zo te zijn. Ja. Waarin dus borstvoeding eigenlijk een hele belangrijke, nou ja, niet eens allereerste, maar wel een soort van chronische blootstelling aan probiotica eigenlijk is. Ja. En probiotica waarvan al is aangetoond dat het voor de moeder werkt. Ja. Dus ja.
We zijn al 35 minuten onderweg en ik zie dat er ook een hoop mensen actief zijn in de chat. Dus ik wilde nu graag wat aandacht vragen voor de vragen die zijn binnengekomen, de opmerkingen. En dan pak ik even mijn briefje erbij, want het is ons hier onder de neus geschoven. Bij AS en autisme dus, wordt gesproken over een lekkende darm. En er zijn onderzoeken die zeggen dat toedienen van kanemelk, de lekkage tegengaat. Kamelenmelk, de lekkage tegengaat. Of is het een fabeltje? Ik heb echt geen idee wat kamelenmelk met je doet. dus ja, geen idee. Maar nou ja, je vroeg net, kun je bijvoorbeeld probiotica nemen? Helpt dat? Je kunt probiotica nemen, maar het gaat erom dat je je blootstelt aan zoveel mogelijk verschillende bacteriën. In die zin is af en toe een bezoekje aan de dierentuin of aan de boerderij, kinderboerderij bijvoorbeeld, geen slecht idee. Daar vind je ook allerlei bacteriën waar je, dat is gewoon heel goed voor je als je daar aan blootgesteld wordt. Dus nou ja, wat kamelenmelk precies doet, weet ik niet, maar ja. Ja. Hey, een volgende vraag, kan het nuttig zijn om mensen met autisme extra tryptofaan als supplement te geven? Ja, dat vind ik heel lastig, omdat ik niet weet, je weet heel vaak niet of het probleem is dat er te weinig van een stofje is of dat het stofje niet kan worden omgezet. Dus voor sommige mensen zou het zo kunnen zijn, kijk, je moet je voorstellen, serotonine is ook een neurotransmitter die heel belangrijk is voor sociaal functioneren. En bijvoorbeeld toediening van tryptofaan kan ervoor zorgen dat mensen beter emoties van andere mensen kunnen herkennen. Dat is iets waar mensen met autisme ook vaak wat minder goed in zijn, zeg maar. Ja. Maar de vraag is heel vaak, is een tekort aan het stofje een probleem? Of is het niet het tekort aan het stofje, maar het feit dat het stofje niet kan worden omgezet? Oh ja. En daarnaast, proces, ja. Ook dit is niet zonder gevaar. Hè? Je kunt ook zoiets als te veel tryptofaan binnenkrijgen. Ja. Dus ja, sorry, maar het antwoord moet ik helaas verschuldigd blijven. Autisme maakt zo'n groot deel uit van iemands persoonlijkheid, wordt hier gezegd. Word je misschien een andere persoon als je een behandeling krijgt die te snel werkt, waardoor je niet autistisch gedrag, autistisch kenmerk gaat verzachten, zeg maar. Wat voor invloed heeft het op je persoonlijkheid? Wauw, dit is haast een filosofische vraag. Ja, dat is wel moeilijk, hè? Ik vind het een hele mooie vraag. Kijk, dat zou zo kunnen zijn. Word je een ander persoon als je een ander hart getransplanteerd krijgt? Ja. Ik weet het niet. Kijk, je moet je voorstellen dat alles, jouw lichaam is een soort heel efficiënt systeem eigenlijk. En het lijkt erop dat je darm en je darmmicrobiome een heel belangrijke, als niet cruciale rol daarin spelen. Maar vervang je die, word je dan een ander persoon? Weet ik niet. Ja. Wordt je persoonlijkheid gevormd door je darmen? Misschien wel, misschien niet. En misschien is je persoonlijkheid ook continu in ontwikkeling, omdat je precies. Ja, kijk, we moeten natuurlijk ook nooit vergeten dat eigenlijk de meeste, als niet alle mentale aandoeningen en klachten en symptomen, die vormen zich ook binnen een bepaalde context. En die context is niet alleen mijn lichaam. Die context is ook het hele, de maatschappij, de mensen met wie ik interacteer. Ja. Kijk, als ik nooit met iemand interacteer, als ik als een soort kluizenaar in het bos leef, zal ik er misschien nooit achterkomen dat ik autisme heb, bijvoorbeeld. Nee, die context is belangrijk. Ja, dat hangt dus niet helemaal van je darm af. Nee, ik heb hier nog een aantal vragen. Onder andere, als ik nou wil weten of mijn microbioom verstoord is, waar kan ik dan terecht? Wat kun je dan doen? Gewoon naar de huisarts? Dat kan. Kan ik de huisarts vragen van, wilt u dat eens onderzoeken bij mij? Ja, dat kan. Zeker, okay. Ja. En wat doet de huisarts dan? Nee, de huisarts kan in principe zelf een, wat we noemen een phases-analyse, dus een ontlastinganalyse aanvragen. De vraag is of die huisarts vervolgens ook iets met de resultaten kan. Ja. En of de huisarts ook zeker iets kan met wat jij, de richting die jij op wil. Er bestaat in Nederland zoiets als het Microbioomcentrum Nederland. Dat is een centrum, een soort platform waarbij huisartsen of artsen samen met hun patiënten begeleid kunnen worden in het doen van die analyses, het interpreteren daarvan en het bekijken van oké, wat kunnen we daarmee? Ook afhankelijk van wat de patiënt wil bijvoorbeeld. En dan kun je gaan kijken, oké, gaan we het microbioom monitoren samen met symptomen die iemand heeft, of gaan we probiotica inzetten of een bepaald dieet inzetten bijvoorbeeld. Daar heb ik een beetje verstand van, maar niet zoveel als de mensen bij het microbioomcentrum. Ja. Zijn er onderzoeken gaande? Melden mensen zich aan als vrijwilligers? Zijn er onderzoeken gaande waar ik aan deel kan nemen? Ja, zeker. Er zijn altijd onderzoeken gaande. Op dit moment, ik doe vooral heel veel onderzoek om te kijken of probiotica dan een positieve invloed kan hebben, al dan niet via de nervus vagus. En of dat dan wel of niet betekent dat antibiotica misschien het tegenovergestelde doen. Mocht je daar voor willen aanmelden, wij hebben een lab, dat heet onderbuikgevoelens. Als je dat even googelt, dan kom je bij ons terecht. Ja, en anders kan het altijd via onze redactie ook gespeeld worden. Hè? Dan heb ik nog ruimte voor één
laatste vraag. Ja. Dat is een aantal keren wel ook op de chat voorbij gekomen. En dat gaat over encopresis. Ik weet zelf niet zo heel goed wat dat is. Iets met ontlasting op verschillende plekken, in ieder geval niet op de wc. Nee. Hoe krijg je daar grip op en kom je niet in een vicieuze cirkel terecht? De darmen versterken dat gedrag en dat gedrag versterkt. Dus waar kun je ingrijpen als dat aan de hand is? En kan het een microbioom zijn of moet je er op een andere manier naar kijken? Moet je gedragsbehandelingen loslaten? Ja. Dat is lastig, hè? Ja, goed. Ja, ik ben psycholoog. Ik denk dat je... Ja, dat zal ook weer per persoon verschillen, denk ik. Ik kan me voorstellen dat dat invloed heeft op je gedrag, maar dat ook je gedrag, zeg maar, daar weer invloed op heeft. Wat kun je daarin doen? Ja, ik denk dat de vraag heel vaak is, wat is de primaire klacht? Nou ja, dat is eigenlijk de essentie ook van deze hele discussie. Ja, zo van, waar grijp je in? Precies. Wat is er aan de hand? Wat is de oorzaak? En die oorzaak is natuurlijk wel heel erg maatgevend. Kijk je puur naar gedrag, dan zou je misschien tot een andere conclusie komen dan wanneer je ook eens een keer darmonderzoek had gedaan en misschien andere klachten. En andersom ook, hè? Ja. Dus als jij heel erg focust op bepaalde darmklachten, als je dan eens een keer kritisch gaat kijken naar, goh, hoe gaat het mentaal, dan kan dat ook weer samenhangen. Ja. Ik denk dat het in sommige gevallen, als we kijken naar leefstijl, eetpatroon, probiotica, dat soort dingen, is het wel meetbaarder soms om even naar je ontlasting te kijken of naar darmklachten te kijken. En ook misschien makkelijker een bepaalde zin om daarin te gaan. Ja, weet je, dat is misschien ook een mooie afsluitende boodschap. dat we verder moeten kijken dan wat we tot nu toe gewend zijn geweest. En dat ook die darmen daar een grote rol in kunnen gaan spelen. Of kunnen spelen. En dat we die ook mee moeten nemen. Past dat een beetje bij jou? Ik denk het wel. Ik denk dat bewustzijn de eerste stap is. Het feit dat je bewust bent van het feit dat er een relatie is. Hoe dat dan ook precies werkt, wat nou causaal is en wat niet. Het feit dat je bewust bent van dat ontlasting en je darmmicrobioom samen kan hangen met hoe het mentaal met je gaat. Dat is al de allerbelangrijkste stap, denk ik. Ja. Ik vond het geweldig dat je er was. Dankjewel. En je hebt het zeer helder uitgelegd. Je bent een zeer gedreven, enthousiaste onderzoeker. Dus gaan we binnenkort nog wat van je horen? Absoluut, ja. Ik blijf natuurlijk hard onderzoeken. Ik denk dat sommige van de vragen die we hier vanavond hebben gehad, dat we die hopelijk over een paar jaar ook echt definitief kunnen beantwoorden. Maar zoals je zei, het is nog een heel jong veld. Er is heel veel activiteit gaande. En ontwikkelt zich ook heel erg snel. Dus ik hoop binnenkort meer te kunnen zeggen. Oké, okay, dankjewel. Dankjewel. En bedankt voor het kijken en voor de vele reacties in de chat. En graag tot de volgende keer.